Na de gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk maakt NEC zich op voor het uitduel in en tegen Volendam. Tegen RKC speelde NEC slechts één helft goed voetbal. Een verklaring daarvoor heeft trainer Adrie Bogers niet direct. Dat heb ik de spelers ook gevraagd en uiteindelijk hadden die ook niet een pasklaar antwoord. Ik denk dat een aantal dingen bij elkaar waren waarin je 2-0 voor staat. Ik had in de rust aangegeven, de nul is heilig, want dat wordt ook tijd. Dat hebben we nog niet gehad. Misschien heeft dat meegespeeld. Dat een van de dingen is, maar ik vond ook gewoon dat we daarin toch een beetje makkelijk waren. En ik had eigenlijk gezegd van als je gewoon doorspeelt dan wordt het 3-4-5-0. En dan bied je het publiek de tweede helft ook wat. Ja, dat hebben we de tweede helft nu niet gedaan. Het ging relatief makkelijk, we hadden veel de bal. RKC deed eigenlijk heel weinig, met name de eerste helft daarentegen. En dan kom je voor en wat ik al zei, misschien vanuit de nul houden en dan een stukje gemakzucht, dat zou goed kunnen. Dus die factoren, daar kijk je wel naar. En dan is het een teleurstellende tweede helft. Aan de kant van NEC is bepaald niet iedereen fit. Buwalda en Golla zitten niet bij de selectie. We hebben in principe Frank Sturing natuurlijk als rechtercentrale. Dijkstra heeft daar in het verleden ook gespeeld. Daar zal ik wel een keuze uit moeten maken, want volgens mij meer smaken hebben we niet. Ik wil eigenlijk zo liefst mogelijk een rechts op rechts en een links op links. Sven Brake was ook lang een twijfelgeval. Sven heeft maandag op de training een blessure opgelopen vanuit zijn lies. Die heeft de rest van de week niet getraind. Die gaat, als het goed is, vandaag aansluiten. Dus ik hoop dat hij die training goed doorstaat, dat hij inzetbaar is. Breinburg en Longiel zijn wel weer van de partij. Tegenstander FC Volendam bevindt zich in de laagste regionen van de Jupiler League. Ik denk dat onder die verschillen niet zo groot zijn. Een aantal wedstrijden net met 1-0 verloren en toch wel wat doelpunten gemaakt ook in andere wedstrijden. Dus dat is een redelijk voetballende ploeg. Alleen ze geven wel heel veel weg, dus daar moeten we eigenlijk van kunnen profiteren. Zowel uit als thuis heeft NEC al eens gewonnen, verder een aantal gelijkspelen. Ik denk niet dat zozeer met de selectie dat een issue is dat ze zeggen van we zijn thuis gewoon heel sterk. En dat wil je uiteindelijk uit ook zien. Maar misschien dat we hier door het publiek nog wat meer kunnen brengen als dat in die uitwedstrijden het geval is. Maar uiteindelijk streef je ernaar om ook uit gewoon die wedstrijden te winnen. Zodat het uiteindelijk wel bepalend is in de stand van de ranglijst. Vrijdag om 8:00 in het Krasstadion in Volendam. FC Volendam tegen NEC.